Wanneer mensen voor het eerst mijn bundel gebruiken, denken ze vaak al enkele minuten: Jezus, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Maar dan vraag ik mij als samensteller af: heb je daar een boek voor nodig om jezelf die vraag te stellen? Iedere gedachte begint toch, als het goed is, met een blanco pagina. Dus wie ben ik om voor jou die eerste bladzij in te gaan vullen? Dat kan ik niet, dat mag ik niet en dat wil ik ook helemaal niet. Want als ik dat zou doen, zou het ten koste gaan van de reden waarom ik deze bundel heb samengesteld. Namelijk het herontwikkelen van je oorspronkelijke geest. En die kun je niet uit boeken halen. Laat staan uit de mijne. Mijn gedachtenbundel is geen lesboek, het is eerder een aantekeningenblok. Ik heb mijn gedachten ook niet vastgelegd. Ik heb de vrijheid genomen ze te bundelen en ze te laten verschijnen op die allereerste blanco pagina. Maar mocht nou diezelfde lezer aan het einde van mijn bundel antwoord hebben gevonden op de vraag: waar ben ik mee bezig? Dan denk ik dat de bundel meer dan succesvol is. En niet dat dat nou het hoofddoel is geweest om gedachtenlezen uit te geven, maar alleen die gedachte al. Die is onbeschrijfelijk.